Welkom bij een nieuwe weekly vlog, verlengd weekend vlog, want het is Pasen morgen en dan hebben we ook een dagje vrij op paasmaandag. Helaas ziet het weer er een beetje grijs uit. Ik had me echt voorbereid op nog een zonnig weekend, dat was ons toch nog beloofd. Mijn weerapp gaat er nog voor, maar op dit moment is het grijs en winderig en koud, dus ik ga enkele vestimentaire keuzes moeten herzien. Niet wat ik aan heb, dat ga ik gewoon aanhouden, maar ik ging normaal gezien een leder vestje aandoen hier bovenop. Dat zal niet het geval zijn. Ik ga gewoon mijn winterjas aandoen en mijn dikke sjaal. En misschien zelfs mijn handschoenen meepakken. Want we hebben een drukke dag voor de boeg. We hadden gedacht dat we een rustig, chill weekend zouden hebben. Maar gisteravond is het toch een beetje omgegooid. We gaan eerst en vooral naar Antwerpen. Onze bestelling van Marie-Marie van de Lakens, die zijn er. Die hebben twee, drie keer zo lang erover gedaan om dat te bestellen als anders. Twee, drie weken hadden ze gezegd. Het is 2 maanden geworden. Gisteravond belden ze dat ze eindelijk binnen waren. Dat is natuurlijk het probleem als je een kleurtje kiest. Dat blijkbaar niet zo populair is. Maar ja, we hebben ze. Allee, we hebben ze bijna. We gaan ze afhalen. En daarna heb ik nog tickets voor de Japanse tuin. Want sinds 1 april zijn ze terug open. En we kunnen ons echt verheugen op de mooie bloesems. Vorig jaar konden we daar niet naartoe. Toen was het lockdown. Toen was de Japanse tuin gewoon toe. Maar nu zijn ze open. En moet je wel een ticket reserveren. Zodat er niet veel mensen tegelijkertijd naar binnen gaan. Dus ja, het is nog altijd lockdown, maar dan ietsje toegankelijker. Dus ik was vorig jaar was ik echt zo kwaad dat ik die bloesems niet kon zien. Ik vind dat super mooi. Het was echt een bummer dat we vorig jaar niet konden gaan. Dus dit jaar ga ik er dubbel en dik van genieten. Vandaar ook mijn bloemige outfit om een bezoekje te brengen aan de bloesems. En dan moeten we ook nog boodschappen doen voor de week, maar ook voor morgen. En eens kijken wat we gaan doen. We gingen oorspronkelijk morgen een barbecue doen, maar misschien dat het weer toch anders zal beslissen. Ik dacht een beetje genieten van het kleine zonnetje dat we nog krijgen. Maar misschien dat ik mijn keuze van outfit mij nog ga beklagen. Maar het is een fleurig, bloemig kleedje. Nu, om de koude een beetje op te vangen. Ik heb nog zo van die huidskleurige panties aan. Van die transparante. En mijn over-the-knee boots. Dus op zich ben ik redelijk goed beschermd. Maar het is gewoon een flowy jurkje. Bloemenprint, een beetje transparant. En met een lintje hier in het midden. Ik had gedacht van er nog een riem op aan te doen. Maar dat is een beetje too much. Met dan ook nog eens de botten en zo erbij. Dus ik ga het simpel en clean houden. En zo gaan we naar buiten. Alright, we zijn in Antwerpen gearriveerd. Het is inderdaad best fris. Dat is maar goed dat ik voor mijn winterjas ben gegaan. Het is ook een markt hier op de Oude Vaartplaats. Maar het is op zich in de stad nog redelijk rustig. Dat is ideaal, want over 10 minuten moeten we bij Marie-Marie zijn. Onze lakens zitten in de tas en ik heb ook wat nieuwe keukenhanddoekjes gekocht. Ready? Het is te merken dat het paasweekend is. Want we staan aan te schuiven voor de Leonidaswinkel. Ik had graag nog een paar paasuitjes gekocht. Join the queue. Dus de fail van de week. Aanschuiven aan de Leonidas. Om dan, als ze eindelijk binnen zijn, te horen te krijgen dat de paaseitjes daar uitverkocht zijn. Like, het is paasweekend. Je zorgt dan gewoon dat je massa's kilo's paaseitjes hebt. Nee. Enfin, ze zei dat de Leonidas op de Meer er wel nog zou hebben. Niet meer veel, maar wel nog hebben. Dus nu hebben we dan maar een sprintje ingezet naar daar. Om daar hopelijk ook niet weer aan te schuiven. Hier hebben ze alleszins nog paaseitjes. Zo, daar gaan we voor. Paaseitjes in de pocket. We hebben er weer even voor moeten aanschuiven, maar het viel nog wel mee. We're back at Uniqlo. We komen nog een paar van deze struiken halen. En ik zou heel graag deze kleur willen, maar die is er alleen in V-hal, so, dat is een bummer voor mij. Bijna lunchtijd, dus we hebben hier aan het kraamje achter ons, daar verkopen ze zo zeevruchtspecialiteiten, garnaalkroketjes, kibbelingen van die toestanden. Dus we hebben een bakje gevonden, onze bestelling is aan het pakken en dan gaan we hier straks wat kibbeling en garnaalkroketjes oppeuzelen. In het midden van de stad. Okay, we have our food. Kibbeling en
Gingermelkruketjes. Smakelijk. Wel, met nog een goed kwartier te gaan zijn we er geraakt. Op tijd binnen bij de Japanse tuin. Oh, heerlijk. Ik zie hier al mooie bloesemtjes. Er zijn hier ook een paar kraampjes met wat Japanse snacks. Dus ik heb zo een visje gekocht, een soort van dessert gevuld met zoete bonen, zoete rode bonen. En dan ook mochi-ijs. Dat is ook de eerste keer dat we dat eten. En dan is Timo nog een sakura mojito, een non-alcoholische mojito gaan halen. Amai, de kooi's in het water willen echt hun eten hebben precies. Dus dit is mijn visje. Ons mochi-boordje en Timo gaat hier een blikje Japanse groene thee testen. Amai, dat is de snacktest op zijn Japans. En dan gaan we live een keer dat visje met rode bonen testen. Oké, het is inderdaad een zoetere bonenvulling. Het is zo, als je niet van een hele zoete dessert wordt, dan denk ik wel dat dit iets voor u is. Op zich lekker. I'll eat it. Dit is de Sakura Mojito. Ik moet eerlijk zeggen dat het een beetje gelijk moeraswater eruit ziet. Ik had nu eigenlijk wel iets met roze verwacht, maar oké. Het is wel doorslessend. Dat wel. Het proeft ook een beetje groen. Zo. Maybe not. Dus het wordt mijn eerste mochi-ijs. Dus van binnen is dat ijs en de buitenkant is rijstdeeg, denk ik. Dat zo dat rond gedaan is en ik denk niet dat het gefrituurd wordt. Maar het is zo, ja, een soort van ijs in een pakketje. Ah, lekker. Ik vind het wel lekker. De vulling is gewoon vanille en dan heb je die, die rijst daar rond. En deze roze is denk ik aardbei. We zijn thuis. Ik heb een kloppeke gekregen, maar goed, even al de bloemetjes in een vaas gezet, alles opgeruimd. Timo is nog even naar het containerpark en dan nog snel langs de supermarkt voor een aantal benodigdheden voor morgen en een soepje voor vanavond. Gezellig, easy, eten en in de zetel zitten. Beetje brood erbij toasten en dan zo perfecte, goede boter. Beetje licht gezouten. Absoluut mijn favoriet. Erbij en dan zo in de soep doppen. Oh, jam. Ja, ik heb er echt goesting in. Het was zeer goed te doen buiten. Ik dacht dat ik het heel koud zou hebben met mijn kleedje en met mijn knielaarzen en zo. Maar eigenlijk viel het wel heel goed mee. Zeker toen het zonneke terug buiten kwam, toen dacht ik, oh, zalig. Dus hopelijk is het morgen ook zo. Op Pasen voor onze barbecue. Dat zou perfect zijn. Dan kunnen we gemakkelijk buiten zitten ook. Ja, we hebben iets om naar uit te kijken. Deze mogen in de kast. Ik ben voor een backup gegaan van mijn wit cream truitje. Nu was de roze er ook in mijn maat. En dan zag ik nog deze. En dat is een beetje hetzelfde soufflé materiaal als mijn andere truitjes. Maar dan met een iets hoger kraagje en zo een zacht lila kleurtje.
vond ik ook perfect passen voor de lente. En die waren nu in de sale, want ik denk dat die normaal 30 euro was, maar nu was iets van een 12 of 13 euro of zo. Yes, hello, jij mag mee naar huis, absoluut. Hey, voilà, oud en nieuw op elkaar. Dus ik denk dat ik een gelijkaardige kleur heb gekozen. Onze huidige kleur is platine. Nu, die is natuurlijk wel al een paar jaar oud en wat afgeschoten. Een ietsje koeler. En dit is dan Oyster. En die is ietsje warmer. Ik denk dat die ongeveer dezelfde bleekheid in zich hebben, maar dan ietsje warmer. En amai, nu dat ik die nieuwe er langs zet, nu zie ik hoe versleten dat die oude zijn. Het wordt echt tijd voor nieuwe, want ons onderlaken... Allee, of ja, die hoes voor de matrassen, die was al serieus versleten. Dus ik ben super content. Alleen moet ik nu nog eventjes de lakens vervangen. Maar ga ik misschien laten voor straks. Oh, ik ben super moe nu. Timo is net terug van de supermarkt. Je hebt het overleefd. Amper. Ja, het was blijkbaar leeggeplunderd. Ja, ik had het misschien moeten verwachten. Morgen Pasen. Ik denk dat we zo goed als alles hebben wat we nodig hebben. We beginnen bij puntpaprika's. Yes, dat is ideaal voor de barbecue. Dan wordt dat zo lekker mals en zacht. Dat is een beetje zoeter ook dan een gewone paprika. Het was het zaterdagavond diner, een lekker tomatensoepje en dan twee schijfjes brood getoast, geroosterd met boter. Hier is het al aan het smelten. Ik eet normaal gezien geen boter op mijn boterham, maar met zo soldaatjes met eieren bijvoorbeeld of zo met een soepje vind ik dat super lekker om dat erin te doppen en dan smelt dat weg. Yum, smakelijk. Vrolijk Pasen! Zondagmiddag. We gaan zo meteen een barbecue doen. We zijn deze morgen opgestaan. Amai, het was heel moeilijk om uit bed te geraken. Mijn gezicht was helemaal opgezwollen en ik was heel moe. We waren altijd heel mooi eigenlijk. Maar ja, we zijn er toch uitgeraakt. We zijn nog naar de slager gegaan voor wat vlees te halen voor onze barbecue straks. Ja, puntpaprika's hadden we gisteren natuurlijk al gekocht, dus alles staat klaar. We hebben ook een beetje huishouden gedaan, allee, het eten klaargezet. In principe zijn we klaar om te gaan, barbecue buiten. Het is niet zo super warm, maar het zou droog blijven en hopelijk komt ook het zonnetje nog piepen, dus dat zou ideaal zijn. Dat betekent wel dat ik mijn outfit een beetje heb moeten aanpassen. Dus ik heb wel mijn kleedje aan van Ted Baker, dat ik onlangs kocht in Maasmechelen Village, maar ik heb er een truitje over aangetrokken. Ook een nieuw truitje van Uniqlo. Het is een heel mooi zacht lila kleurtje. En ik heb het er niet om gedaan. Maar het matcht wel perfect met de kleuren in dit jurkje. Mijn volledige outfit ziet er dan zo uit. Nu, dat high-low model dat komt natuurlijk pas mooi tot uiting als je hakken aan hebt. En ja, je het hoogteverschil echt ziet met mijn Birkenstocks. Ja, gaat dat niet echt goed overkomen. Maar ja... We gaan voor optimaal comfort, want we vieren Pasen gewoon thuis. Het is weer zo dat soufflé, dat zij dat noemen, van Uniqlo uit. Zo ja, fijne, zachte stof. Het is geen wol, maar het prikt absoluut niet. Het is heel zacht en heel comfortabel. Ik moet wel zeggen dat dit exacte truikje iets losser valt dan de rest. Dus hier kun je eigenlijk gerust wel een maatje kleiner ingaan. Dus zou je daar naar willen kijken? Kleine tip. Et voilà, mijn Easter outfit. Kleurig en licht. Dus ik heb net het brood gesneden. De paprikatjes staan ook al klaar. En ik weet dat dat een hele hoop lijkt, maar eens dat dat van de barbecue komt, is dat heel dun en fijn. Dus die hoop gaat echt wel krimpen. Het is een beetje gelijk spinazie. De aardappeltjes, die zijn al voorgekookt. Dus we moeten ze alleen een beetje de smaak van de barbecue geven in aluminiumfolie. De dessert staat ook al klaar. Met joule, dadels en paaseitjes. Die madame van Leonidas heeft ons een boekje meegegeven, zodat we konden zien welke smaken dat het allemaal zijn. Maar ik moet zeggen, dat is onze goeie. Dus gelijk deze cold.
heeft ze ons niet gegeven. Die praline biscuit ook niet. En er zat ook maar één manon in. En die heb ik deze morgen opgegeten. Hebben we dan de Griekse salade die aan het marineren is in de olijfolie en zo. Als de smaak straks doorkomt. En dan heb ik hier nog mijn tzatziki. Niet zelf gemaakt, gewoon uit een potje gekocht en in een mooi kommetje gedaan. Maar we gaan dat niet tegen mijn ouders zeggen. En dan gaan we eens kijken of dat ze gaan proeven dat het een niet zelfgemaakte is. Octopus zit hier. Oh, die moet ik zometeen nog even in olie en kruiden. En daarboven nog het vlees. En dan hebben we nog dit gekocht. Het zijn eigenlijk gekookte, geverfde eitjes. Nu, normaal gezien is het pas op Grieks-Orthodox Pasen de traditie om zo eitjes te zoeken. Maar we dachten, we gaan ze al voorzien voor vandaag. Het is op zich gewoon een fijne traditie om eitjes te zoeken. En dan is het gewoon een kwestie van kiezen. En degene die wint, dus degene die overleeft, die heeft dan geluk dit jaar. Goedemorgen, paasmaandag. Oh, we zijn helemaal brak en moe. We hebben een druk weekend achter de rug, dus we zijn eigenlijk wel heel blij dat we nog altijd paasmaandag hebben om een beetje te ontspannen. Ja, bad vlogger gisteren. We hebben dat eten gemaakt op de barbecue. We hebben ook een champagne gedronken, we hebben veel gegeten en toen zat ik in een food coma. Dus van vloggen is er niet meer veel in huis gekomen. Uiteraard hadden we veel te veel eten over, dus we gaan vandaag, ik denk dat je de restjes daar kunt zien staan. Dus we gaan vandaag gewoon nog een tweede rondje barbecue doen, a.k.a. de restjes opeten van gisteren. Het enige wat we niet meer hebben is echt heel veel Griekse salade, die was op. Maar wel nog een beetje brood, vlees, gekookte aardappeltjes. Allee, the works. We gaan zeker niet van de honger omkomen vandaag. Helaas is het weer omgeslagen. Gisteren was de laatste echt mooie dag, een beetje zon. Vandaag is het regen. Dus ik denk niet dat we vandaag de deur uit gaan. Het zal me in my pyjama worden en mijn oogpatchjes de hele dag lang. Misschien wel dat ik me toch wat klaarmaak om nog een filmpje op te nemen. Hangt er een beetje vanaf als het een klein beetje opklaart. Dan heb ik genoeg daglicht om mijn empties op te nemen. En anders wordt het een dagje bloggen, relaxen, tv kijken. Dan een korte werkweek, want dan hebben we weer een super verlengd weekend met wat extra dagen verlof. Maar dat betekent wel dat ik 2 dagen op het werk moet knallen. Om te zorgen dat alles gedaan is tegen dat ik donderdag weer op verlof vertrek. Terug naar paasmaandag. Deze morgen we gaan pannenkoeken eten. Het is net geen 10 uur, dus we gaan lekker brunchen. En we gaan voor deze pancake mix van de Albert Heijn. Vorige keer hebben we de natural gegeten en vandaag gaan we voor die met kaneel. Dus een klein beetje meer smaak erin. We gaan een keer zien, ik denk, wat moeten we daarbij doen? Het enige wat erbij moet is wat magere melk en wat vloeibare margarine of zonnebloemolie. Oké, dat moet lukken. Oh.